Welkom bij de Kussers, Miskleun deel 2, geschreven door Cesar Zuiderwijk en mijzelf. Ik ga de voorbeelden weer netjes aan jullie voorspelen. Starten met de eerste uiteraard. Even kijken dat ik mijn schermpje mooi aan kan laten. En ik er niet de hele tijd op hoef te drukken. Komt ie aan. Ik doe voor de duidelijkheid mijn rechterhand op floortom spelen. Er staat gewoon alles op snare. Maar het is duidelijker als ik rechts even op floortom speel en links op snare. Nummer 1. Vieten netten. Ja, die hi-hat op de tel doe ik erbij. Dat mag je ook proberen. Het hoeft niet. Nummer 2. Vieten netten. De luisteraar zal zeggen, ja maar het is een tweekwarts, dus die tel je af als etennutten, tweetennutten. Dat was nummer 3, gaan we naar nummer 4. Etennutten, tweetennutten. En dan komt nummer 5a. Intriolen. Drie nummer, vier nummer. Dan gaan we naar 6, 2 kwarts. 1 nummer, 2 nummer. Van bovenstaande opdrachten verdeeld over je drumstijl. Nummer 8. Drietennutten, vietennutten. Drietennutten, vietennutten. Nummer 9. Ja. Komt hij aan, sextoon op het eind. Het figuurtje komt zodoende 3 keer voort. Deze handzetting met bassdrums. Komt hij aan. Drietennutten, vietennutten. Ah, mijn fout. Drietennutten, vietennutten. Drietennutten, vietennutten. Nummer 10, de laatste. Olleke, bolleke, olleke, bolleke, olleke, bolleke, fla, 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 boom.
kunt er leuke dingen mee doen, mooie combinaties maken. En op snelheid proberen natuurlijk. Heel veel plezier weer. En tot de volgende miskleun. Ajoe.